Ja, Ben is een ervaren jongen. Inmiddels, hij heeft heel wat clubs gehad, heel veel wedstrijden gespeeld. Kadi is vertrokken. Ja, dan wil je een ervaren jongen daarvoor terug. En daar hebben we even de tijd voor nodig gehad. Ja, dat is Ben geworden. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat we zo'n ervaren speler hebben kunnen binden. Het is weliswaar een huurspeler, maar ik denk dat dat niet erg is in dit geval. Ben is absoluut een aanwinst in alles voor ons. En is een versterking, gewenste versterking, die we uiteindelijk binnen hebben gehaald. Naast zijn ervaring, welke kwaliteit kun je nog meer gebruiken binnen het elftal, binnen het veld? Ja, ik denk dat hij wel bewezen heeft dat Ben gewoon een goede voetballer is. Anouar heeft het ook goed gedaan hier. Hè? Maar Anouar kon een stap maken. Je mag spelers nooit met elkaar vergelijken. Maar Ben heeft ook bewezen ontzettend goede middenvelder te zijn. En, ja, past zeker samen met de huidige middenvelders in het plaatje. En gaat een absolute versterking voor ons worden. Kunnen wij nog meer verwachten? Ja, we kunnen zeker nog iets verwachten. Dat is de voetballerij. Je bent altijd bezig tot het einde om te kijken waar je nog versterking kan halen. Ja, ook voor onze spelers kan belangstelling komen. Zo werkt het nu eenmaal. Dus afwachten, het zijn spannende tijden altijd, maar nee, we gaan zeker nog wel iets doen. We moeten alleen even gericht kijken welke posities en welke opties er beschikbaar zijn.